Goedemorgen, vandaag hebben we te maken met dreigende wolkenluchten. Er trekken buien over het land, maar we zien ook al een klein beetje ruimte voor de zon aan de horizon. Later vandaag kan dat namelijk al een beetje gaan opklaren in het noorden van het land. En komende dagen gaan we overal de zon weer zien. We moeten nog eventjes door de zure appel heen bijten, want vandaag is er vooral in het midden en zuiden vrij veel bewolking. Er valt regelmatig regen. Pas later op de middag dan trekken de meeste buien wat verder naar het zuidoosten. En kan in de noordwestelijke helft van het land af en toe nog eventjes de zon doorbreken. Nou, koud is het vandaag niet met een graad of 10. En er waait een stevige westen tot zuidwestenwind. Later op de wadden een wat meer noordwestenwind. Die daar nog eventjes krachtig kan zijn. Windkracht 6. De wind gaat de komende dagen afnemen. Vrijdag hebben we een noordwestenwind, maar de dagen daarna wordt die meer noordoost tot noord. En stroomt wat koelere lucht ons land binnen. Wat koudere lucht, de maxima gaan naar beneden van 8 graden op vrijdag tot zo'n 5 graden op zondag. En het is dan op de meeste plaatsen droog, met misschien op de wadden een enkele bui. Misschien ook wel een winterse bui. En verder vooral koudere nachten. Het kan weer licht gaan vriezen. Ook na het weekend blijft het vrij koud met in de nacht nog wat lagere temperaturen. Overdag ligt het kwik uh, rond een graad of 7. Heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar er kan wel mist ontstaan, zeker in de nacht naar dinsdag. En als die niet oplost, dan kan het overdag een stuk kouder blijven. Fijne dag!